Hey iedereen, welkom. Het is hier terug, Tom's Retro Corner, TRC underscore live. En vandaag gaan we terug verder met ons Pokémon Rood avontuur. Vorige episode hebben we de Masterbal gekregen, we hebben Silp gered. We hebben Team Rocket weer verslagen. En nu zitten we aan de nieuwe gym badge. We gaan nu naar onze zesde gym badge en dat is Sabrina. Dus laten we er maar voor gaan. That's what we're gonna do. Dit is de grotere gym, dus dit is Sabrina. Yo, champ in making. Sabrina's Pokémon are Psychic Pokémon. Instead of Force, Fighting Pokémon are weak against Psychic Pokémon. They get creamed before they can even aim a punch. Okay. Ik heb geen idee hoe dat deze puzzel werkt, dus we gaan het gewoon af moeten gaan. Waarom heeft hij slowpokes? Nee. Ik weet niet waarom dat iemand slowpokes heeft, maar dat is dan maar zo. Oh, een slowbro, dan gaan we wel Raichu pakken. Ik wil niet echt Ik wil niet echt mijn Horn Attack de slowbro aanpakken. I lost my concentration. Oké. You know that power alone isn't enough. Mr. Mime! Oh yeah. Mime, Mr. Mime. Barrier. Barrier in een anime is dat dan terug zo dat hij zo met zijn handen doet, dat is echt grappig. Natuurlijk, defense alleen won't save you, dus. Kadabra. Let's use trash. One hit KO, altijd nice. Ja. Dit is het ook niet. Does our unseen power scare you? Not really. Kadabra, laten we gewoon trash gebruiken. Slowpoke, nee. Mr. Mime gaan wel veranderen nu, want Nidoking is paralyzed. Allee, paralyzed. Hoe moet ik het zeggen? Confusions. Oh ja, ik ben echt een idioot om eigenlijk dingen te pakken. Gras is weak tegen Gras is weak tegen Psychic. Daar is Sabrina, maar we moeten nog bij haar geraken. Ik zeg het, ik weet de code niet meer van buiten, dus het is echt gewoon zoeken. Oh, die heeft een ghastly shit, waar is er nu weer Gastly is echt een shit Pokémon. Pak maar Mew en pak Psychic maar, opgelost. Oh, dat moet eigenlijk niet. Slowbro. Maar is dat zo slecht met trash? Oh my god, nee. Dat was een serieuze nipte. Laten we nu wel maar die Hyper Potion pakken.
Aha, eindelijk. Oké. Dit is Sabrina, boys. I had a vision of your arrival. I have had psychic powers since I was a child. I first learned to bend spoons with my mind. I dislike fighting, but if you wish, I will show you my powers. Kadabra. Let's see. Dat was Kadabra. Dat was Mr. Mime. Venomoth. Dat was Venomoth. En Alakazam is de laatste. En daar hebben we speciaal Mew voor. Wat? Veel te? Ah ja, die blijft recover gebruiken, ja. Maar zo kunnen het niet blijven halen, hè, mateke? Wat een fight is dit? Die recovered alleen. Ja, dan is dat totdat een critical hit is, ja. Oké, dit was een beetje teleurstellend, maar dit was Sabrina. You earned the Mars badge. Zeker wel. Stronger Pokémon will become wild ignoring your orders in battle. Just don't raise your Pokémon too much. Wait, please take this TM with you. Dit is Psychic. Psywave. Excuseer. Ik weet niet of dat we Psywave aan iemand kunnen leren. Lapras kan dat, dat is raar. Ik had niet gedacht dat Lapras dat ging kunnen, maar we hadden dat wel aan Lapras leren. We beginnen een escape rope of zo. Ik ga dit echt niet nog eens doen, dank u. Oké, dus zoals jullie zien hebben we de zesde badge. Dat is de Mars badge. Dus we hebben eigenlijk nog maar twee gymleaders over. De ene is Blaine. Dat is de Fire Pokémon gymleader. En de achtste is nog een surprise, dat ga ik niet spoilen. Team Rocket stond voor huisjes. Hier ook ergens. Ik ga eens kijken wat dat die doen. Thank you for writing. I hope to see you soon. Hey, don't look at my letter. Copycat is cute. I'm getting here a Pokédoll. Geen idee waarom dat Team Rocket hiervoor stond, maar... Oké. Dan is het nu tijd om naar de volgende stad te gaan. Hè. En we kunnen er op twee manieren naartoe. Maar we gaan gewoon naar Pallet Town en dan gaan we een stukje zwemmen. Lang geleden dat we hier geweest zijn. Nostalgie. Oké, let's go Lapras. Het is gewoon recht naar beneden eigenlijk, zo goed als. En af en toe kom je eens een tentacool tegen. En nog een tentacool. Godverdomme, ik dacht echt dat hij ons niet ging zien. Oh, die heeft een War Turtle. Stop. Voilà, en dit is Cinnabar Island. We kunnen, de door is locked, dus we kunnen niet binnen.
Maar we kunnen wel doen wat ik jullie al zoveel episodes eerder had beloofd. En dat was de Fossil Exchange. Weet je nog, in de allereerste niet, ik denk dat het de tweede of de derde was, konden we kiezen tussen een Hexil Fossil of een Dome Fossil. We hebben toen voor de Dome Fossil gekozen. En dat geeft ons een Kabuto. Oh, nee. Is dat hier niet? Is toch hier? Dome Fossil, inderdaad. Kabuto, ja. Voilà, hè. Hierdoor gaan we onze Kabuto krijgen. Oké, voilà, dat gaat dit al zijn voor onze episode. Ik wil jullie allemaal bedanken om te kijken. Als je het cool vindt wat ik doe, vergeet zeker geen likeje neer te zetten op mijn YouTube video. Dat zou sowieso kunnen helpen. Als je nieuw bent op het kanaal, vergeet niet te subscriben. En dat is al wat ik kan vragen. Allemaal super bedankt om te kijken. En ik zie jullie heel graag de volgende episode terug. Nog een goede dag. Yo, salukes.